Ja? Nou, een van mijn favoriete kanalen sinds deze maand is How to Dad. Dat is een jongen van ongeveer mijn leeftijd. Die heeft een kind, hij heeft er inmiddels al twee. Maar hij heeft een kind en hij... Wat nu weer? Nee, dit wordt heel leuk. Een vriend van hem kreeg ook een kind. Zijn koter was al een maand of 3, 4, 5 of zo. En hij dacht, weet je wat, ik ga mijn vriend leren hoe je een baby moet vasthouden. Dus hij heeft daarvoor een filmpje gemaakt en op YouTube gezet. Oh. En dat filmpje... Nee, leuk, het is leuk, hè? Leuk, no worries. dat filmpje ging viral, want iedereen vond dat leuk om naar te kijken. Kijk eerst even naar deze. Dit filmpje ging dus 2 jaar geleden ook weer viral. How to hold a baby. First, you're gonna need a baby. Standard shoulder hold. Reverse standard shoulder hold. Need to pick something up. Chin standard shoulder hold. Chin, grab something. Baby Jesus, double baby Jesus. Stinky nappy for me, stinky nappy for you. Box of beers, the telephone, dance partner, bird on a wire, poor man's front pack, hide your beer belly, the rugby ball hold, other rugby ball hold, show off to the other dads, Superman, show off to other kids, fish. Ja, ze gaat er maar door natuurlijk. En deze jongen werd opgepikt door heel veel kijkers. Hij heeft inmiddels, ik geloof iets van 300.000 volgers op zijn YouTube-kanaal. En wat verdienen ze dan? Nou, moeten wij stoppen met tv? Moeten wij alles gewoon op YouTube knallen? Nou, YouTube is nog niet meteen de plek waar je ineens... De formule is ongeveer 1000 euro per miljoen views. Ja. Sorry? 1000 euro ongeveer per miljoen views. Ja, dus op views verdienen ze niet zo heel veel. Nee, en daarnaast word je nog gesponsord. Ja. Dat gebeurt bij hem natuurlijk. Hè, allemaal, ja, dat is natuurlijk een hartstikke positief, leuk filmpje. Dus heel veel bedrijven willen zich daar aan koppelen. Dus hij heeft daar zijn werk van kunnen maken. Hij maakt nu dit soort filmpjes, eens in de week ongeveer. En ik volg dat nu allemaal. Kijk, al die filmpjes terug. Super grappig om te kijken. En een van de filmpjes die ik nu heel erg leuk vind is... Nou, laten we even kijken. Dat is ook heel erg grappig. Hij laat zijn kind slapen. Hey, and welcome to this instructional video on how to put a baby to sleep. Do you want to go to sleep? It's never really that easy, so the shush train. The standard blanket that you renamed Blanky. The dad that doesn't know a single lullaby. Twinkle, sleep now, do you want a piece of me? Ja, het is heel leuk om naar te kijken. Het is erg geestig. Ja. Volgende maand weer? Zeker. Volgende maand weer. Lucky King!